De Oranje vrouwen zijn dinsdag de kwalificatiereeks voor het WK van 2019 goed begonnen. De Kessverse Europees kampioen won in Groningen ternauwernood met 1-0 van Noorwegen. Vivianne Miedema nam pas in de blessuriteit van de tweede helft het winnende doelpunt voor haar rekening. Een voorzet van de spits van Arsenal belandde Pardoes achter doelvrouw Ingrid Jelmset. Nederland had nog wel het geluk dat Noorwegen in de 63ste minuut een strafschop miste. Vster Sari van Venedaal stopte de inzet van Maren Mjelde. Oranje en Noorwegen gaan normaal gesproken uitmaken wie er is. De wordt in groep 3, waarvan ook Ierland, Slowakije en Noord-Ierland deel uitmaken. Ierland won eerder op dinsdag met 0-2 van Slowakije door een doelpunt van Denise O'Sullivan en een eigen goal van Jana Vojtjakova. De, de groepswinnaars plaatsen zich direct voor 2K. De vier beste nummers 2 strijden in de play-offs om het laatste ticket voor het eindtoernooi dat in Frankrijk wordt gehouden. Vier maanden geleden stonden Nederland en Noorwegen ook al tegenover elkaar in de openingswedstrijd van de Tech. Destijds won Oranje, 1-0. Maar waren de Noorse die favoriet? Door de Europese titel was dat nu anders. Het ex succes van Nederland zorgde er ook voor dat het noord stadion dinsdag uitverkocht was. Maar het publiek werd vooral in het eerste half uur niet vermaakt. Ondanks zijn overwicht kwam Oranje niet verder dan een afstandsschot van Midema en een mislukte voorzet van de maandag tot wereldvoetbalster van het jaar uitgeroepen Lieke Maartens die op de bovenkant van de lat eindigde. Bij Noorwegen was het gemis van Rada Herberberg zichtbaar. De ploeg van Ponsco Ingrid Jamset kwam voor rust niet verder dan een kopballetje van Christine Minde. Pas aan het eind van de eerste helft droeg Nederland echt aan. Charlissa van der Sanden snelde langs haar tegenstander. Waarna ze neerging en tevergeefs op een strafschop hoopte. Niet veel later mocht Jackie Groene vrij uithalen. Maar haar schot miste kracht waardoor het halverwege nog 0-0 was in Groningen. Tempo. Gelijk naar rust gooide Oranje het tempo wat omhoog en dat resulteerde al snel in een grote kans voor Miedema. De aanvalsleidster kreeg de bal op maat van Van der Sanden, maar zag haar poging ook al op de bovenkant van de lat verdwijnen. Nederland had de touwtjes stevig in handen, maar ontsnapte halverwege de tweede helft aan een nachterstand. Na een domme handsbal van Van der Sanden mocht Mijelde vanaf 11 meter aanleggen. Maar haar inzet was te slap waardoor Van Veenendaal redding kon brengen. In het vervolg was het gewoon oranje wat de klok sloeg. Toch leek een overwinning er niet meer in te zitten, ook omdat een poging van Miedema werd geblokt door een Noorse verdedigster en Maarten van grote afstand op een haar na het vijandelijke doel miste. Toch kwam het allemaal nog goed voor Nederland. Miedema zette in de allerlaatste minuut de bal voor op groenen, maar doordat ze die ervan afbleef was Jams het verrast en kon er alsnog een feestje worden gevierd in Groningen.